Zo! NH Radio. Hallo allemaal. Nou, hier zijn we weer, hoor. Keur in de middag. Precies. Eddy Keur. Eddy Keur is gek. NH Radio. Honey, Jeroen, speciaal voor jou. Ik voel me gelijk heel erg welkom, Eddy. Dat is de magische uitwerking van muziek van ABBA. Ja. Het is als een bos bloemen in de kamer. Het is altijd, je knapt er altijd van op. Vind je niet? Ja. We gaan het opleuken. Zin in? Ja! Nieuwe weekend. 1 augustus 2020. Begint met Keur in de middag. En daar zijn we weer met een kakeltje, 1 augustus van het jaar. Hier aanwezig in de studio. Ja, als de mensen meekijken via de beelden, dan vragen ze zich wel af, hebben ze wellicht een nieuwe stagiaire bij haar? Nee, zeker. Wij hebben hoge bomen, Rob Stenders. Goedemiddag. Hey. Wat goed dat je er bent. Goeie energie hier trouwens. Ja, ik kan niet anders zeggen. Oh, ik ben nu al uitgeput. Ja. Echt? Nou, dat is echt wat voor nodig om jou moeten krijgen. Ik sprak je vriend. Vreselijk. Vreselijk. Ja. Maar goed, we zijn er in ieder geval tot 3 uur. En het laatste uur is onze hoofdgast inderdaad Rob. Ik moet je bekennen, Rob. Ik ben er een beetje nerveus over. Hoe kan dat dan weer? Nou, A, ben jij in mijn optiek een van de grootste radio-iconen die er leeft. Ja, nou, dat is wederzijds. Oh, nou, ja. Dankjewel. Ja, maar Rob, Eddie, je moet er niet te bescheiden over zijn. Want Rob, en dan, bedoel, ik mag het nu zeggen, want ik ben hier ook de gast. Maar we zaten in de auto. Ik heb Rob even opgehaald thuis. Ja, hier naar Amsterdam gereden. Ja. Graag gedaan. En dat was ook heel erg lyrisch-lijend over je. Oké. Okay. Ja. Nou ja, het komt ook omdat hij natuurlijk van nummer 2 in die lijst van radio-iconen gestegen is na het overlijden van Tom Mulder naar de eerste plek. Wow. En dat is voor mij, ja, dat is nog maar een aantal namen waarvan ik denk van, ik houd stil. Ja, maar je hebt 50 Rob al vanaf en op. Ja. Hey. Waar zit hij wel? Ik probeer een beetje mee te doen, hè. Nee, dat is ook heel erg goed. Ik moet je trouwens de complimenten maken, je bent afgevallen. Ben ik afgevallen? Ik vind dat je er fantastisch uitziet. Dankjewel, Eddy. Ideale man, je hebt al iemand, maar zeker. Je ziet er goed. Ik vroeg het laatst aan een vriend van mij, wat zijn de maten eigenlijk van jouw ideale vrouw? Hij zegt nou 94, 43 en 27. Ik zeg, hoe dat zo? Hij zegt al 94 jaar, 27 miljoen op de bank en 43 graden koers. Nou, dat zou natuurlijk heel erg leuk. Ja, wie is daar nou toch steeds? Hey, Eddy, Sjors Vrolijk hier. Ja, ik zit even op het nieuws te wachten. Nieuws? Ja. Komt geen nieuws, Sjors? Komt niet. Komt niet. Oké, okay. Dan ga ik even een zendertje verder zoeken. Cuando se María Dolores, cuando se quema de amores.